Arnold, er is iets onverwachts gebeurd. Herinner jij je de film The Devil's Double? Die ene waar een rijke jongen met dwang een andere persoon in zijn dubbelganger verandert. En dan de kloon in plaats van hemzelf naar gevaarlijke vergaderingen stuurt en dat soort dingen. Dus ja, we hebben je nodig om een van mijn kennissen te helpen. Je vervangt Kim Jong-un voor één dag. Kun je je voorstellen een land te reageren met een bevolking van 25 miljoen mensen? Alleen jou gehoorzamen, aanbidden en verheerlijken. Om eerlijk te zijn, hebben ze geen keuze in deze kwestie. Veel dingen die de meeste mensen hier als normaal beschouwen, zijn daar alleen voor jou toegestaan. Bijvoorbeeld het dragen van kleren van de beste Europese ontwerpers of het eten van Nutella. Terwijl jij bezig bent met belangrijke staatszaken, wordt je enorme huis bewaakt door een peloton gewapende soldaten. Een elektrisch hek en een mijnenveld. Zelfs een kernbomexplosie zal worden afgeweerd door de muren die bedekt zijn met loden staven. Persoonlijke gepantserde trein begint zijn reis direct vanuit dit huis. De snelheid komt niet boven de 60 km per uur door het enorme gewicht van de wagons, die omhuld zijn met gepantserde platen. Alleen voor vandaag is dit alles in jouw bezit. De oogst van dit jaar was nogal mislukt, zoals je ziet. En 10 miljoen mensen zullen misschien omkomen van de honger. Maar er zullen er zeker nog 15 miljoen overblijven. Jongens, jullie kunnen daar beter 20 minuten niet naar binnen gaan. Oké, als dat voor de veiligheid van de staat is, alleen de president kan het mobiele toilet gebruiken. Alle urine en ontlastingmonsters worden verzameld om je gezondheid te controleren. En ervoor te zorgen dat geen spion in godsnaam je ziektes te weten komt. De beste kamer in de hele stad is alleen voor jou gehuurd. En na je vertrek zal niemand denken dat de president hier verbleef. De veiligheidsdienst laat geen enkele vingerafdruk of haar van de glorieuze heerser achter. Iedereen wacht al op je. Zeg niets, glimlach gewoon en zwaai met je hand. Ik wist gewoon dat de president van de VS geen uitnodiging voor een ontmoeting via WhatsApp zou sturen. Hij heeft een moeilijke jeugd gehad. Nu is hij de verloren tijd aan het inhalen. Wist je, Arnold, dat er 15.000 kernkoppen in de wereld zijn? Met een gecombineerde capaciteit van ongeveer 7.500 megaton? Je moet waarschijnlijk ook weten dat ik 5 minuten geleden een van hen in jouw richting heb gestuurd. Het heeft geen zin om op het gas te gaan staan, Arnold. De elektromagnetische pulsgolf heeft alle elektronica gedood. Straks word je nog geraakt door een schokgolf. Zelfs als deze oude roestbak gemaakt is van graveen, wat op atomair niveau sterker is dan diamant, en je op wonderbaarlijke wijze al deze vernietiging overleeft, ga je nog steeds door een levende hel. Wake your skinny ass up, Arnold. We moeten kijken hoe ver je van het epicentrum van de explosie bent. Onthoud, als je een paddenstoelwolk ziet, steek je hand uit in die richting en steek je duim op. Is de wolk groter dan je duim, dan ben je in de radioactieve zone. Wat een geluksvogel. Heb je zonnebrandcrème? Het zal je niet helpen, dommerik. Ik maak maar een grapje. Ga weg. Snel. In kleine hoeveelheden zijn radioactieve isotopen al begonnen met het langzaam vernietigen van je DNA. Hoe voel je je, mijn vriend? Ja, dat klopt. Het is een goed moment voor een douche. Het vermijden van contact met besmette voorwerpen en het gebruik van speciale waterprocedures kunnen je overlevingskans vergroten. Heb je een waterfilter, Arnold? Zelfs de zwakste straling zal resulteren in progressief kwaadaardige tumoren. Nou, gefeliciteerd. Je hebt een nucleaire aanval doorstaan en je hebt niet langer een Halloween-kostuum nodig. Maar dit is niet het einde. Als iemand in de wereld een raket lanceert met een nucleaire kernkop, zal er een domino-effect volgen. Alle kernmachten van de wereld zullen hun oorlogshonden loslaten. Dan komt de echte apocalyps, Arnold. Het tijdstip van de mensheid zal waarschijnlijk eindigen. Je gaat sterven, mijn vriend. Het is tijd om uit dit universum te stappen. Weet je zeker dat het goed is om hier foto's te maken? Arnold, ik heb slecht nieuws. Alle regeringen over de hele wereld zijn omvergeworpen. En nu worden ze elk door dictators geregeerd. Ja, aan de ene kant is het goed. Niemand zal het land meer verlaten. En iedereen zal werken voor het welzijn van het land en zijn aanzien in de wereld. Maar aan de andere kant zullen de meeste mensen onder zulke regimes niet in huizen of wooncomplexen wonen. Maar in gevangenissen, omdat de wetten van de landen heel streng zullen zijn. En soms zelfs echt vreemd. De voordelen van de beschaving kun je wel vergeten. Immers, buitenlandse economische betrekkingen zijn niet meer nodig. En
Elk land zal nu alleen voor zichzelf werken. Maar wat dat betekent is dat als je vroeger in jouw land geen zware industrie had om bijvoorbeeld voertuigen te maken, je nu geen nieuwe auto meer zult kunnen krijgen. En het enige waar je nog op kunt hopen is een of andere klotenfiets, in het beste geval. En ik zeg niet dat alle social media verdwenen zijn, maar nu kun je alleen nog maar privégesprekken voeren met je vrienden. Ergens diep in de bossen. En met de radio heel hard aan. En als je nu naar de kapper wilt, moet jouw kapsel een goedkeuring krijgen van de plaatselijke overheid. En er zijn maar een beperkt aantal door de overheid goedgekeurde kapsels. Maar wat het meest beangstigend is, is dat alle landen elkaar er nu van verdenken een potentiële bedreiging te zijn. Dus worden bijna alle middelen van elk land geïnvesteerd in militaire opbouw. En helaas, één deze dagen zal er iemand instorten en op die grote rode knop drukken. Arnold, je hebt de wereld gered. Wie had het gedacht dat jouw kleurenblindheid de planeet zou redden? Hallo Arnold. Ik weet dat je absoluut van reizen houdt. Vooral reizen in de tijd. Welkom in het jaar 2100. Dit meisje heeft contactlenzen die verbinding maken met het internet. Ze kan alle informatie over jou opzoeken in slechts een paar seconden. Zelfs hier zul je sterven als een maagd. Ga naar binnen. Deze ruimtelift zal je tot een hoogte van 35.000 kilometer boven de zeespiegel brengen. Recht naar een enorme ring die de energie van de draaiing van de aarde omzet in elektriciteit. Rechts van jou is een winkel met menselijke lichaamsdelen. Laten we naar binnen gaan en een vervanging zoeken voor je onfortuinlijke vinger. Deze dokter kan een heel organisme namaken uit alleen het genoom. Dus alle dierentuinen hier wemelen van de dinosaurussen, dodovogels en zelfs neandertalers. Wil je een snack? 3D-printers printen voedsel uit kunstmatige dierlijke cellen, gesynthetiseerde meel en mineralen. En het smaakt beter dan voedsel uit 2021. Wat een prachtige wereld, toch? Maar het kan allemaal heel anders uitpakken. Nucleaire oorlog, opwarming van de aarde, pandemieën. Ook dat kan in onze toekomst zijn. Wetenschap is een aan twee kanten snijdend mes. We kunnen het ten goede gebruiken. Of we kunnen er allemaal aan sterven. Hier is Arnold. En weer kwam hij in de problemen. Arnold, wees niet zo'n idioot. Je hebt de miljardairspresident recht voor je. Je kunt hem alles vragen. En trouwens, wat heb je gevraagd? Het is jammer dat Trump deze keer degene is die met jou spot. En niet ik. Want nu ga je hem voor een hele dag vervangen. Waarom zou het een aanfluiting worden? Kijk maar wat hij eet. Chips, hamburgers, rivieren van cola. Je zult zo het einde van de dag niet halen. Na het eten van ei McMuffin en cola voor het ontbijt ga je een vergadering hebben met de veiligheidsdiensten. Teken wat documenten en... Oh hell, screw this. Laten we wat plezier maken in de stad. Je wacht nu op de presidentiële autokolonne. Dit zijn 12 identieke kogelvrije auto's die de explosie kunnen weerstaan van een bom. Het is lunchtijd en een grote pizza wacht op je. In ketchup en een chocolademilkshake gesmoord. Dit is een beetje saai. Misschien moeten we de noodtoestand afkondigen. Of we zouden Kim Jong-un kunnen dollen. Misschien moeten we een wet goedkeuren zoals... Elke Amerikaanse burger moet worden geabonneerd op Maak Kennis met Arnold. Home sweet home. Voor het diner hebben we kippenpoten van KFC. En natuurlijk nog meer cola. Iets zegt me dat Trump op deze manier alleen maar voor het imago eet. Maar in werkelijkheid... Oh, dus daarom neemt hij een jaarsalaris van slechts $1. Je vroeg om zijn salaris als beloning? Je bent zo'n idioot. Dus, je hebt je dollar. Maar je moet belasting betalen voor de $400.000. Wat het originele salaris van Trump is.
hoewel hij dat weggeeft aan de federale agentschappen. Dus, Arnold, welke nier ga je verkopen? Het is hier behoorlijk griezelig. Hey, wie heeft het licht uitgedaan? Arnold, je kunt beter niets aanraken. Wat is er aan de hand? Arnold, rennen! Oh mijn god, het lijkt wel of we nu in de 13e eeuw zijn. En we zijn hier tijdens de Heilige Inquisitie. Wat een onzagwekkende reis. De belangrijkste missie van de Inquisitie was het bestrijden van de ketters. Hey, wat deed Arnold eigenlijk? Oeh, ik denk dat ik het nu snap. Ze verwarden je telefoon met een wapen van zwarte magie. De Inquisitie kon niet zo goed overweg met de vooruitgang. Toen Galileo bewees dat de aarde om de zon draait, was dat volkomen in de strijd met de katholieke ideeën. Arnold, je hebt pech. In die dagen werden alle roodharigen ervan verdacht banden met de duivel te hebben. Ontspan je. In het begin zullen ze je alleen maar ondervragen. Ga zitten en kalmeer. De stoelen hier zijn speciaal van ijzer gemaakt, zodat ze verwarmd kunnen worden. Tekenissen werden meestal verkregen door marteling. Je moet ketterij opgeven, Arnold. In de tijd van de Inquisitie werden veel heidense rituelen voor zwarte magie aangezien. Men probeerde heidenen tot het katholicisme te bekeren. Kom op, Arnold. Omarm het katholicisme en je zult vrij zijn. Het is waar dat de Inquisitie soms diegenen die echt berouw toonden vrijuit liet gaan. Holy baloney, wat nu weer? Het lijkt erop dat iemand je aangegeven heeft. Mensen beschuldigden anderen vaak van ketterij om van hen af te komen. Ik weet niet of je nog meer van deze marteling kunt verdragen, Arnold. Ontmoet de Spaanse laars, de vork van de ketter en de Judaswieg. Arnold, ik raad je zwaar aan om alles op te biechten. Oké, door dit te ondertekenen stem je ermee in dat je een necromancer, magier en kabouter bent. Het positieve is dat de martelingen voorbij zijn en de Inquisitie executeerde in feite geen mensen. Na het bekennen werd de dader veroordeeld in een staatsrechtbank. Rustig maar, Arnie. Niemand zal je verbranden. Volgens de wet zullen ze gewoon je hoofd afhakken. Wauw, het lijkt wel of iedereen bang is voor je vermogen om vlammen uit je handen los te laten. Het schijnt krachtige magie te zijn. Deze middeleeuwse katholieken zijn zo wild. Ze geloven in elk... Hallo, Arnold. Wacht je op je vrienden? Mijn vrienden gedragen zich zo niet. Arnold, wat heb je deze keer gedaan? Oh, niet jij, maar je gevaarlijke tante. Nadat ze de vorige keer vrijuit ging, heeft ze haar oude, snode gewoontes weer opgepakt. En nu neemt de FBI je 24 uur mee. Omdat, nou ja, jij kent haar het beste. Er werken ongeveer 15.000 agenten voor de FBI met 56 regionale kantoren. Hun belangrijkste trainingsfaciliteit is gevestigd in Quantico, Virginia. Meer dan 100 speciale agenten zijn op elk moment op de faciliteit, klaar om nieuwe agenten te trainen. Zo ook aan onze Arnold. Een FBI-agent moet op alles voorbereid zijn, maar niet voor dit. Hoe kan dat zelfs maar van pas komen, Arnold? FBI-agenten kregen het recht om wapens te dragen in 1934. Een hele 26 jaar na de oprichting. Tegenwoordig is schietvaardigheidstraining absoluut noodzakelijk. En een van de belangrijkste cursussen. En Arnold lijkt het prima te doen. Nadat hij in alle stadia van de training zijn bekwaamheid heeft bewezen, wordt onze Arnold 24 uur lang een FBI-agent. Geen slecht gezelschap, Arnie. Misschien gaat onze Arnold het proberen bij de in 2002 opgerichte Cyber Department. Dat is waar ze het soort geavanceerde technologie hebben die Arnold zal helpen in zijn zoektocht. Heb je eigenlijk al gevonden wat je zocht, Arnold? Kom op, Arnold. Ik wist dat ik niet veel moest verwachten. Je maag staat op de eerste plaats. Dankzij een tip, die natuurlijk niet van Arnold kwam,
wist de FBI te achterhalen waar de handlanger van zijn tante woont. De beruchte motorrijder die bekend staat als Buffalo Joe. En nu wordt er een speciale operatie uitgevoerd. Hier is onze verdachte. Iedereen klaarstaan. Oh, kom op, Arnold. Het is altijd iets met jou. Arnold, kom op. Je collega's hebben hulp nodig. Hoe ga je hem zo stoppen? Wat? Dat kan niet. Op een of andere manier komt je idiotie je goed van pas. Dit is je kans om een gevangene te ondervragen. Arnold, om antwoorden te krijgen, moet je vragen stellen. En ze zeggen, stilte is goud. Oh, je hebt een idee, of niet? Ga je hem een lesje goed gedrag geven? Oh god, wat een verraderlijke zet. Arnold, ik herken je niet. Ik had niet verwacht dat je in staat zou zijn om deze berg spieren te breken. Als een kleine baby. Nou, Arnold, je bent verdomd dicht bij het vangen van je tante. Ik zie dat je denkt dat je al een echte FBI-agent bent, Arnold. Maar je gedraagt je nog steeds als een typisch agent. Hé, zullen we doorgaan met de zoektocht naar je tante? Laten we een kijkje nemen in de FBI-archieven. Meer dan 5000 individuele plukken haar worden hier als bewijsmateriaal bewaard. Er zijn zelfs dossiers van Charlie Chaplin en John Lennon. We moeten de zaak van je tante vinden, zodat we een bevel krijgen om haar kont af te luisteren. Nu zullen we je tante afluisteren, net als bij Pablo Escobar. En volgens de laatste informatie heeft ze net een pizza voor zichzelf besteld. Arnold, dit is jouw kans. Je kunt undercover gaan. Voor je veiligheid heb je een verborgen microfoon bij je. En je taak is om heimelijk een afluisterapparaat in haar kantoor te verstoppen. De tijd is nu aangebroken. Doe het, Arnold. Nu hangt alles van jou af. Het is echt belangrijk dat je probeert zo natuurlijk mogelijk te handelen. Ai, ai, ai. Wat een deurbel. Arnie, ga haar huis al binnen. Dit is je kans. Ga, ga. Kom op, Arnold. Dit is jouw missie. Ga en leg het afluisterapparaat in haar kantoor. Nu langzaam en voorzichtig dichterbij sluipen. Yikes! We lijken een beetje een probleem te hebben, Arnold. Snel, kom met iets. Oh, nee. Arnold, ga weg. Rennen, voor het te laat is. Ze is iets gevaarlijker dan ik dacht. Arnie, hou vol. Iemand gaat je zeker redden. Uh-oh, het spel is uit, vriend. Nu gaat ze je vermoorden zonder met je ogen te knipperen. Ben je gekomen om je te verontschuldigen, Arnold? Dat is zo lief van je. Mr. Nice Guy. Maar je tante heeft andere ideeën. Ha, weet je, het is nogal ironisch. Jij zat haar eerst achterna... Nu zit ze jou achterna, maatje. Hallo, Arnold. Dus, je besloot om een goede daad te doen? Dit alles alleen voor donuts? Oh, jij sukkel. Nou, geen zorgen. Vandaag heb je een kans om een echte goede daad te doen. De hele planeet is besmet met het diarreevirus uit China. Maar ik heb jouw bloed... Het enige bestaande vaccin gemaakt. Er zijn 7 miljard mensen op de wereld en iedereen is op jacht naar jou. 195 landen hebben jouw foto op alle mogelijke media geplaatst. Je staat in alle politiedatabases en niet alleen de politie van de wereld, maar de beste speciale eenheden zitten achter je aan. MI6, Britse inlichtingendienst, die al 100 jaar aan één stuk doorwerkt. ISI, Pakistans Interdepartementale Inlichtingendienst met de grootste residentie ter wereld. 10.000 agenten, de CIA. Kijk uit, Arnie, ze martelen mensen. De Canadese Inlichtingendienst met een zoekbudget van meer dan 507 miljoen. Denk je echt dat je je voor hen allemaal kunt verbergen? Je staat op elke smartphone in de social media. Je bent populairder geworden dan Greta Thunberg. Ik weet zeker dat ze nu jaloers op je is. Immers, je kunt echt helpen de mensheid te redden. Geef ze gewoon je bloed. Helemaal tot de laatste druppel. Elite speciale troepen uit alle landen zijn al onderweg naar jou. US Navy SEALs.
Franse nationale gendarmerie. Chinese snow leopards. Maar natuurlijk, zelfs een willekeurige student zou je kunnen pakken. Big Brother houdt je in de gaten. Alleen al in New York City zijn er zo'n 20.000 bewakingscamera's. Ze nemen foto's, vergelijken de afstand tussen de belangrijkste kenmerken op het gezicht. Neus, ogen, mond. De gegevens worden omgezet in de numerieke code van een persoon. Een gezichtsafdruk en geverifieerd met de database. Bovendien kan iedereen op het darknet beeldbanken kopen van videocamera's van cafés, ziekenhuizen, winkelcentra, zelfs in de buurt van het hoofdkwartier van de FBI. Dat betekent dat ze kunnen achterhalen waar je slechts 5 minuten geleden was. Vang dit. Deze bril met ingebouwde infraroodleds zal je helpen je gezicht te verbergen voor de camera's. Voor hen zal je gezicht eruit zien als een oplichtende blinde vlek. Wacht even, je bent de batterij vergeten. Dit is niet genoeg. Je hebt een vermomming nodig. Het was een slecht idee om zoveel donuts te eten. Ze veroorzaakten een buitensporige ophoping van gassen. Laat de winden los. Je ziet er goed uit, maar speurhonden zullen je vinden door de geur van bitterinezuur. Het geurige bestanddeel van je zweet. Het helpt niet dat slechts 1 gram zweet genoeg is voor de hond om je te ruiken op het dak van dat 10 verdiepingen hoge gebouw. Of op een diepte van 5 meter onder beton. In de Verenigde Staten alleen al zijn er bijna 7 miljoen drones. Stop met zwaaien en neem dit speciale wapen tegen drones. Dit wapen vuurt een brede stroom elektromagnetische straling af, dus je hoeft niet te richten. Het is genoeg voor de interferentiestroom om de drone te bedekken. En dan zal het contact met zijn basis en de controle verliezen. Wat heb je gedaan? Verdwaal in de menigte, bottenbrein! Tja, je moet zoenen. Dus, Arnie, nog laatste wensen? Hey, papzak, stop met het doen alsof jij de koning van de dieren bent. Heb wat respect, Arnold. Jij en de chimpansees delen voorouders. Wij ontstonden 7 miljoen jaar geleden met hen. Het tegelijkertijd leven in het bos en op de open vlakte hielp ons bij het ontwikkelen van tweevoetigheid en onze rechtopstaande houding. Dit maakte op zijn beurt onze handen vrij voor het gebruik van werktuigen en andere nuttige activiteiten, zoals het doven van vuur. Het koken van voedsel droeg bij tot een betere en snellere spijsvertering, die er samen met nog een aantal andere dingen toe leidde dat we onze grotere en betere hersenen ontwikkelden. Ja, Arnie, het is moeilijk te geloven, maar de mars van de evolutie gaat toch steeds door. Omdat we bijvoorbeeld voedsel begonnen te koken, zijn onze kaken kleiner geworden en bij 20% van de mensen zijn de verstandskiezen al gestopt met groeien. Samen met de verbetering van de kwaliteit van het voedsel is bovendien de gemiddelde lengte van Homo sapiens met 10 centimeter toegenomen. Maar dat geldt ook voor zijn gewicht. Voor de moderne mens zijn echter niet de veranderingen in het lichaam zo belangrijk, maar de technologie. Die stelt ons in staat ons zittend te verplaatsen, vliegen en zelfs een koud biertje halen zonder uit onze comfortabele stoelen te komen. Wat zal het volgende zijn? Wauw, kijk! Het lijkt erop dat wetenschappers een supercomputer hebben gemaakt die onze toekomst kan voorspellen. En het heeft een boodschap voor ons. Laten we eens luisteren. In de afgelopen 100 jaar is het aantal mensen op de planeet verviervoudigd. Tegelijkertijd heeft de mensheid 80% van alle dierenfauna vernietigd. En milieuvervuiling heeft al geleid tot een onomkeerbare klimaatverandering. Daarom zal in de toekomst, als gevolg van de opwarming van de aarde, ons lichaam uitrekken. Onze huid zal donkerder worden en onze oren zullen uitgroeien om de warmte beter af te voeren. Wow, Arnold, je zult veel op je buurman Henry lijken. Maar het is een feit dat in de laatste 150.000 jaar de hersenen van Homo sapiens met 200 gram gekrompen zijn en dat ze blijven krimpen. Een comfortabeler leven leidt tot inactiviteit en aftakeling. Homo sapiens zouden hun intelligentie voorgoed kunnen verliezen. Nou, dat is grappig. Ik dacht dat het niemand iets kon schelen. Hij gaat voor het eerst in 10 jaar op vakantie. En hij gaat plezier maken.
Sorry, maar het lijkt erop dat jouw vakantie zal moeten worden uitgesteld. Elon Musk's ruimteschip is gecrashed. Weer een mislukking na de rampzalige lancering van de Cybertruck. Hij wil echt Mars koloniseren. Elon Musk is erin geslaagd om mensen uit te drogen en ze in capsules te verpakken. Kijk, het werkt als instant noodles. Gewoon water toevoegen. Aan boord waren 67,5 miljard capsules. Dus nu zullen er 10 keer zoveel dombo's op aarde zijn. Maar dit is niet jouw probleem. Hoewel, eigenlijk is het nu waarschijnlijk ook jouw probleem. Met zoveel mensen kunnen ze niet allemaal van vervoer voorzien worden. Het is sneller om te lopen. Elke persoon op de planeet produceert ongeveer 0,75 kilo afval per dag. Dus meer dan 200 miljoen ton afval per jaar. Dit is genoeg om ongeveer 99 Grand Canyons te vullen. Overal worden energiecentrales gebouwd. Want 75 miljard mensen verbruiken ongeveer 125 miljard kilowatt per dag. Deze hoeveelheid elektriciteit is genoeg om 8 miljoen iPhones op te laden. Maar dit betekent ook dat er enorme hoeveelheden CO2 in de atmosfeer worden uitgestoten. Je hoeft geen genie te zijn om te beseffen hoe ernstig dit het klimaat zal beïnvloeden. Vrije ruimte is schaars, dus hier zijn jouw nieuwe huisgenoten. Alleen mannen. Voortplanting is strikt verboden bij de wet op straffen van de dood. Deze wereld heeft zeker geen kleine Arnold deugnieten nodig die rondrennen. Hoewel, je had toch al pech met vrouwen. Trouwens, heb je honger? Wil je iets eten? Al het voedsel is nu synthetisch en gerecycled. Je hebt net een gerecyclede toiletpapierburger geproefd. Ik heb het speciaal voor jou gekookt, als parels voor de zwijnen. Hoe dan ook, je moet nog steeds de nacht doorbrengen in deze hoek. Door de toename van CO2 zijn alle gletsjers gesmolten en is 35% van het land overstroomd. Gezien de landbouwbehoeften van de mensen voor voedsel, is er minder dan 1% over voor de huisvesting. Nu kunnen alleen rijke mensen met hun benen uitgestrekt slapen. Verdomme Arnold, ik benijd zo'n kleintje als jij. Ga lekker een filmpje zitten kijken op internet op Slowfix. Oeps, om binnen te komen moet je een nummer nemen en in de rij gaan staan. Jij bent de 1250ste. Door overbevolking is de snelheid van het internet met 99,5% gedaald. Kijk uit waar je heen gaat! 20 verdiepingen tellende begraafplaatsen zijn alleen voor miljonairs. De rest van de bevolking wordt begraven op een vrij stuk land. Pak je koffers! Elon Musk bouwde een ark van oceaanpuin. En zei dat hij je zou verhuizen naar het onderwater Las Vegas. Steden worden nu 9000 meter onder water gebouwd, zoals Everest, maar dan naar beneden in plaats van omhoog. Je kan eindelijk rusten, Arnie. Tenminste, in je hallucinaties. Arnold, ik weet dat je moe bent van al onze experimenten. Wat dacht je dan van wat happy time voor jou? Dat kunnen we regelen. Neem deze afstandsbediening. Zoals je kunt zien heeft het 3 knoppen. Druk op de eerste. Je bent net 3 miljard jaar terug in de tijd gereisd. Alleen eencellige organismen leven in dit tijdperk. Geen pijn, geen vernedering. Dus Arnold, ben je nu gelukkig? Bij nader inzien, ik maak me zorgen over de mensheid als jij op een of andere manier de oprichter ervan wordt. Ah, hoe is dit voor de verandering? Aarde 2021 en jij bent nu de gelukkigste mens in leven, omdat je de enige bent. Alle anderen op de planeet desintegreerden toen een donker materie-experiment misging. Wat zijn je plannen, Arnold? Hey, waar ga je heen? Ik vraag me af hoe lang je kunt overleven. Als er niemand meer aan de centrales werkt, is er geen elektriciteit meer. En dat betekent geen warmte, geen koelkast en geen schoon water. Misschien moet je wat overlevingstips opzoeken op internet. Oh, wacht. Er is geen internet meer. Je zou gewoon zelf moeten uitzoeken hoe je moet overleven. Water. Water in een fles heeft een houdbaarheid van ongeveer 2 jaar. En je kan rivierwater steriliseren met sterke alcohol. Hoe zit het met voedsel? De enige voedingsmiddelen met een onbeperkte houdbaarheid zijn rijst, gedroogde melk en honing. En om eerlijk te zijn, denk ik dat je nooit de kunst van het jagen onder de knie zult krijgen. Om je dieet te diversifieren, zul je naar Mexico moeten verhuizen. Daar is het warmer en je kunt er de landbouw bedrijven.
Je zult ook medische vaardigheden moeten aanleren, zodat je niet sterft als je de eerste keer jezelf snijdt. En zelfs na het oplossen van al deze basisoverlevingsproblemen, moet je proberen om je verstand niet te verliezen van de absolute en onverbiddelijke eenzaamheid. Nou, het lijkt erop dat je het gehaald hebt, Arnold. Alleen. En zonder al die vervelende mensen die voedsel produceren, huizen bouwen, waterzuiveringsinstallaties beheren, sensoren monitoren in kerncentrales en ruimtestations controleren.